hoor ik nou? Een lintje? Voor haar? Je hebt voor mij je hele leven nog niks gedaan. En nou regel je voor Sandra een lintje? Ja, vuile hagelaar. Voorgoed uit mijn leven. Vuile huichelaar, ga alsjeblieft naar haar. En vergeet niet mij de sleutel terug te geven. Op zoek naar geluk zag ik jou in die kroeg. Je hebt me die nacht zo bemind. Ik dacht, het is voorbij, al die nachten alleen. Ik heb weer een vriend en een vent. La huichelaar, pak jij je koffer maar. Voorgoed uit mijn leven. Vuile huichelaar, ga alsjeblieft naar haar. En vergeet mij de sleutel terug te geven. Wat moet ik nou nog alleen? Mannen, steun me. Steun me. Ik ben zo alleen. Ik ben zo alleen. Ah, als je vrouw je heeft verlaten, waar ik zo van hou, en de vrienden mij gaan haten, op een kleine fout, dan wil je even je eigen laten gaan. Mijn ogen worden vochtig en ik voel al haast een traan. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Hey, een man mag niet huilen als iemand het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, je man mag niet huilen, als geen enkele traan. Ik zie wel dat ze opgeklaagd is, mannen. Ik ga het even goed maken, ja? Duimen jullie even voor me. Duimen jullie even voor me.
kaartspel van jouw zijs. Dit heeft geen enkele zin, want ik heb het vermoeden dat we hoog bezoek in ons eigenste huiscafé hebben. Hoge bezoek kennen wij al die mensen vandaag. Uw hoogheden, wel. Goedendag. Meen je te maken te hebben met oud-koorleden? Indirect is tot mij het verzoek gekomen om hier een lintje uit te reiken. Aan een vooraanstaand lid van deze gemeenschap. Als ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, lieverd, indirect. Je bedoelt dat de RVD een of ander telefoontje van meneer Arie onderschept heeft. Want die moeder van je, die kan gewoon niet loslaten, hè? Rustig maar, Sikasje. Vanochtend nog begon ze opeens dat ik een houten Klaas ben. Net zoals papa. En dat ik me eerst maar moest richten op het doorknippen van lintjes voordat ik er mag opspelden. Belachelijk. Het is allemaal onzin, Alexander. Je moeder kijkt veel te diep in haar glaasjes. Luister. Haar geraniums kleine weg. Als oppas voor de prinsesjes is ze volledig ongeschikt omdat ze geen iPads en elektronica in huis duurt. En van aardappelschillen heeft ze ook geen kaas gegeten. Nee, ik zeg je, die vrouw is volkomen de weg. En haar tijd is voorbij. Nu is het mijn, ik bedoel, jouw, onze tijd. Maak je ook maar geen zorgen, want via de AIVD heb ik een directe tap. Biertje, lekker gozer, biertje. Lekker, doet u nog haar. Wat een goed idee. Doet je mij maar een amaretto. En volgens mij kan deze dame hier ook wel een opkrikkertje, afzakkertje, whatever, gebruiken. Kom hier, vrouw. Thank you.
Ik ben hier bezig met een lintje op te stijlen, mama. Niet waar, niet waar. Ik ben uitgenodigd voor een lintje uit mijn feestje. Nee, mama, het is mijn feestje. Wacht even. Het was toch mijn feestje? Nee. Waar is dat er zeggen van? Het is toch ons feestje? Het is ons feestje. Mijn feestje. Ons feestje. Ja, ons feestje. Oh, ik heb een lieve Keins. Keins? Waar is je echt, Sandra? Van Gangnam Style. Kom allemaal mee, doe het voor Sandra. Ik ben trots op jullie.